Hier zou de moskee moeten komen. De omwonenden zijn bang dat het groen moet wijken voor de nieuwe gebedsruimte. Ook zou er door de komst van de moskee parkeeroverlast en een onveilige situatie kunnen ontstaan. Nou ja, dus ze hebben besloten dat er moskee komt bij ons in de straat. En nou, dat is ons eigenlijk medegedeeld, niet overlegd met ons. Wij hebben heel goed begrepen dat de vergunningen al afgegeven zijn. En eigenlijk een beetje de vanavond ons verhaal mogen vertellen. Maar hopelijk is het niet mosterd naar de maaltijd. Tijdens de rumoerige bijeenkomst aan wethouder Frank Speel de taak om de ongeruste bewoners te informeren over de stand van zaken. Hoe kunt u onze veiligheid garanderen als dat eenmaal gebouwd is? Als het op het moment dat het plan zoals dat nu in de pijplijn zit ook daadwerkelijk wordt ingediend en we gaan het behandelen zoals we dat hebben hier afgesproken in de gemeente, dan moeten we constateren dat het in het bestemmingsplan past. En als ze dan ook uiteindelijk nog een omgevingsvergunning krijgen en ze kunnen de financiering rondkrijgen, dan zijn er eigenlijk weinig argumenten om hem uiteindelijk niet te realiseren in de wijk. De bewoners vergaderen volgende week om te zien hoe ze actie kunnen voeren tegen de plannen van de gemeente.